Ernie Duin van Optie en Telecom is bij ons in de studio. 5G, wel of niet nemen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wel of niet nemen. Nou ja, het gaat er eigenlijk om dat vandaag de eerste abonnementen op de markt komen waar je ook 5G kunt nemen. Team. Ja. Ja, nou leuk. Het gaat vandaag beginnen. Het gaat vandaag beginnen. Het Gidon. Ik zeg taart. Ja, geen taart. Nee, dat niet. Nee, oh. T-Mobile gaat vandaag starten met een 5G-abonnement. Nou, dan zou je allemaal denken van 5G, het is er ineens. Wat is er allemaal aan de hand? Het is eigenlijk gewoon een abonnement die klaar is voor 5G. Dat betekent dat als je dat abonnement neemt en zodra 5G beschikbaar komt, kun je er gebruik van maken. Nou, is dat nou iets waarvan je... Ik koop nu vast een setje banden. En daar betaal je ook voor, denk ik. Betaal je ook nog voor. Terwijl je er geen gebruik van maakt. Klopt. Het is €37 per maand. Het is een unlimited abonnement, dus je kunt er alles gewoon mee doen. Onbeperkt zoveel als je wil. Het is €2 duurder dan het normale unlimited abonnement zonder 5G. Maar ja, zodra 5G beschikbaar is, kun je er gebruik van maken. Ja, maar is er enigszins zicht op wanneer dat dan gaat gebeuren voor het eerst? Nou, sowieso in het voorjaar worden pas de frequenties geveld. Dat betekent dus dat pas na het voorjaar bekend wordt wanneer het gaat gebeuren. Maar T-Mobile zegt wel dat zij als eerste zijn, eigenlijk zij als eerste beloven in Nederland 5G te kunnen leveren. En daarnaast komt ook Vodafone begin volgende maand met een 5G-abonnement. Betekent dat alle red-abonnementen dat het er standaard er ook bij in zit. Dus de budget-abonnementen niet. Dan is de vraag van moet je dat nou doen, ja of nee? Nou ja, de vraag is het zin of onzin? Nou, het is ik vind het nog steeds onzin. Want bij beide abonnementen is het mogelijk om ten alle tijde omhoog en omlaag te upgraden. Dus ik raad eigenlijk mensen aan om, en dat verkoop ik het nu niet zo goed, maar het is wel zo om gewoon daarmee te wachten. En pas op het moment dat het beschikbaar is, kun je alles je abonnement upgraden. En dan heb je ook 5G erin zitten. Want eventjes voor de duidelijkheid, wat kost zo'n 5G-abonnementje dan? €37 per maand. €37 zonder telefoon dan, hè? Ja, oké, maar iedereen koopt bijna tegenwoordig zijn abonnement zonder telefoon, hè? Ja, nou ja, soms. Sinds dat die nieuwe wetten er zijn, dat niet meer verweven is in elkaar. Loopt het wel iets anders, dat klopt. Maar ja, het is alsnog €37 per maand. Staat wel tegenover dat een abonnement is waarmee je alles kunt doen. Dus je kunt gewoon lekker streamen onderweg. Je kunt video bellen met elkaar. Onbeperkt internet natuurlijk. Onbeperkt internet zit er. Is dat ook de reden waarom Vodafone deze week komt met een onbeperkt abonnement? Want die hadden dat eerst niet, hè? Die red abonnementen. Ja, ze gaan ook komen met een onbeperkt abonnement. Samen met het 5G-abonnement. Ze moeten ook wel. KPN heeft het. T-Mobile was de eerste. Mm-hmm. Tele2 heeft het ook. Dus we moeten daarin meegaan. Omdat we toch langzaam zien dat het gedrag op telefoons aan het veranderen is. En het is natuurlijk wel makkelijk om ten alle tijde gewoon te kunnen doen wat je wil met je telefoon. We zien ook dat op steeds meer plekken ook de vaste aansluitingen steeds minder worden qua kwaliteit. Wifi wordt instabieler. Nou ja, een 4G of een 5G abonnement is natuurlijk veel sneller en kan veel meer aan. Ja. Je merkt heel veel dat je telefoon thuis beter is dan je wifi. Ja, zover zijn we inmiddels. Dat klopt. Ja, we doen zoveel met die telefoon. En 4G is altijd tot heel veel. En die telefoon, die kan natuurlijk heel erg veel. Want als je een filmpje wil kijken, kun je het best op je telefoon afspelen. Eventjes streamen naar je televisie. Ja, is niet zo groot dan. Ja. Nou ja, naar je streamen wordt heel veel gedaan, heb ik ook het idee. Ja wordt enorm veel gestreamd, dat klopt. Als ik kijk naar mijn eigen gedrag, ik zit misschien nog maar 1 à 2 per week echt actief achter een laptop. De rest doe ik alles op mijn telefoon. Dus je gebruikt ook nog maar veel minder. Je hoeft niet meer je mail te checken op je laptop, want het zit al op je telefoon. Dus ja, maar toch heb ik sommige dingen wil ik graag wat groter zien op het scherm. Omdat op mijn telefoon, dan wordt niet alles goed. Nee, er zijn nog steeds sites die niet goed mobiel ingericht zijn. Nee, dat klopt. Dat en dan is het onmogelijk om op je telefoon iets uit te zoeken. Zeg maar. Ja. Wel, maar als je kan wel eventjes kijken naar je mail. Je mail kijk je per dag wat er binnen is gekomen. Alle sociale media kun je het best gewoon op je telefoontje. Ja. En als je een lange mail terug wil sturen, dan kun je dat best op je laptop doen. Hoor. Ja. Denk ik, want die krijgt pijn. Nou, het nieuwe toetsenbord ook in de iPhone, dat zit zo dicht op elkaar of mijn vingers zijn geworden. Maar ik zit de laatste tijd. Kleine motoriek is achteruit gegaan. Ik dacht dat het aan mij lag, maar ik heb het ook. Leeftijd. Nee, maar ik typ zo vaak verkeerde zinnen op het moment. Ja. Allemaal extra letters erbij. Het is natuurlijk en dat maakt het allemaal wel wat lastiger. Nee, maar extra letters ook allemaal overal bij. Zo. Volgens mij zijn die letters. Volgens mij ligt het aan jou. Ja, dat ligt meer aan jou. En mij, want ik heb precies hetzelfde. Ik zit af en toe de regies in te tikken waarvan ik denk van... Alle woorden zijn gedronken, terwijl ik helemaal niet drink. Dus, dus jij zegt eigenlijk even resumerend, 5G, nou wacht er nog maar even. Nou ja, wacht er inderdaad nog mee. Het zit er allemaal aan te komen eind van het jaar. En dan kunnen we met z'n allen op 5G. En dan wordt het ook wel heel erg mooi, die techniek natuurlijk. Maar je hoeft het nu nog niet te doen. Ik denk dat de reden is dat de providers ermee komen, dat de nieuwe Samsung het straks heeft. Die heeft 5G bij bijna alle toestellen die eraan zitten te komen. Dus dat zal misschien een reden zijn dat de providers denken van wij laten alvast zien. Koop het erbij, want bij ons is het straks als eerste beschikbaar. KPN die gaat dat kopernetwerk uitschakelen, Bernie. Einde van de tijdperk. Waarom wordt het uitgeschakeld eigenlijk? Hebben we dat niet meer nodig? Nou,
Dat is inderdaad de reden. Steeds meer steden die stappen over op glasvezel. En glasvezel kan natuurlijk veel meer aan. Wat 5G is voor de mobiele technologie, is glasvezel eigenlijk voor de vaste technologie. Ja, maar hebben we dat overal? Nee. Nee, laten we er maar niet over hebben, Arnoud. Verschrikkelijk. Heel goed onderwerp. Ik dacht, ik ga in de hoofdstad van Nederland wonen. Nou, daar hebben ze in ieder geval glasvezel. Nee, dus. Overal glasvezel, behalve bij mij om de hoek. Tot 10 meter voor de deur. Nou, echt ook. En het kost rond de 2400 euro om het aan te laten sluiten. Super duur, ja. Om die hele kabels door te laten trekken. Ja, dus jij maar het is echt mijn hoekje ook. Hè. Het zijn 25 huizen volgens mij die geen glasvezelaansluiting hebben. De rest van alles heeft glasvezel. Dat is toch apart, want de boer hier op de hoek, die heeft het gewoon. Voor de deur liggen. Ik heb het zelfs tot aan de wijkmakelaar en tot aan de gemeente heb ik het opgespeeld. En die zeggen, u moet echt bij de kabelprovider zijn. Nou, en die zeggen gewoon, het kost geloof dat het maar goed. Gelukkig heb jij nog kopernetwerk. Maar ja, dat gaat goed. Gaat dat ook weer weg? Ja, nou ja, het is begin 2023 is het zover. Dan wordt het voor 2,3 miljoen huishoudens wordt het uitgeschakeld. Niet voor Arnoud, of je moet op dat moment ook glasvezel hebben. Ja. Het doel van KPN is dat iedereen natuurlijk glasvezel ook gaat krijgen, mits het rendabel is op het adres. Het is namelijk gewoon nodig om gewoon fatsoenlijk televisie te kunnen kijken en om fatsoenlijk te kunnen internetten. En om te voorkomen dat inderdaad iedereen overstapt op een 4 of 5G abonnement. Omdat het dan weer beter en stabieler is. En daarmee is die koperaansluiting gewoon niet meer nodig. Is het ook niet zo dat het koper onderhand zo verouderd is dat het niet meer betrouwbaar is? Klopt. Ja, het komt veel minder snel qua snelheid. En het is totaal niet geschikt voor hoe wij nu met internet omgaan. Nou, het is neergelegd natuurlijk voor een ouderwetse telefoonlijn. Exact. Ja, het kan helemaal niet zoveel kan het aan. En als we kijken nu in een huishouden, zijn er 3 tv's met allemaal Netflix. Zitten nog mobiele plus telefoons. Plus internet erbij. Ja, en dan hebben we nog slimme apparaten die continu met het internet verbonden zijn. Het moet gewoon altijd stabiel zijn. Ja. Meer huishoudens. Maar is het niet ook zo dat wij straks alles in de cloud doen? Dat helemaal geen kabels meer naar het huis toe getrokken hoeven te worden? Ik bedoel, het is nu glasvezel. Oké, prima. Maar straks is het allemaal wat je zegt 5G. En dan maakt het allemaal niet uit. Nou, dat is het punt. Ik ben ermee bezig geweest natuurlijk. Omdat ik nog wel koper heb. En dat ik zei, ik wil sneller. Ik wil meer, omdat ik heb grotere, zwaardere bestanden die ik wil versturen. En toen gaf de provider zelf al aan. Nou, misschien moeten we dan maar gewoon een draadloos modem bij u neerzetten. Ja. Zodat u gewoon inderdaad in de cloud werkt. Dat is inderdaad in dat geval veel stabieler. En dat zie je ook dat providers dat steeds vaker aanbieden. Vooral als je ergens achteraf woont, achter in een weiland of zo. Of gewoon ergens in de polder waar het misschien wat minder is. Dan is dat een hele mooie oplossing. Want wil je het aanlaten te leggen, dan kost het natuurlijk handenvol met geld. En dan moet je maar net ervoor over hebben. Ja, dat is niet te doen. Ja, maar aan de andere kant, als je het eenmaal hebt, dan kun je natuurlijk wel veel meer met je aansluiting doen. En kun je er veel meer uithalen en zou je huis doorverkopen bijvoorbeeld. Dan is het niet zo dat de wet op dit moment zegt dat ieder huis, huis dat nieuw gebouwd wordt, een glasvezelaansluiting moet hebben? Nou, dat weet ik niet. Dan gaan we van de week eens vragen aan de juridische specialist. Want volgens mij, met het oog op de toekomst, moet dat volgens mij een soort van primair zijn. Ja, maar ik denk ook dat het, dat het allemaal zo snel gaat dat gewoon niet bijgehouden wordt door Nee. Nou, het heeft met heel veel geld te maken. Ja, maar het ligt natuurlijk ook aan waar het huis gebouwd wordt. Want op het moment dat je ver van het wijkmodem af zit, dan kunnen ze niet zomaar dat nieuwbouwhuis daar op glasvezel aansluiten. Want het zou natuurlijk enorm veel kosten. Ja. Maar zit je in een stad bijvoorbeeld, dan is dat veel makkelijker om te behalen. Dus ik betwijfel of het nu verplicht. Ja, ik weet het niet zeker, altijd, hoor. Dat hebben we net gehoord. Even wat anders. Ja. Huawei die brengt een toestel uit in Nederland zonder de Google-diensten. Ja. Nou ja, vorig jaar was natuurlijk het grote probleem aan de hand dat er een handelsoorlog is tussen Amerika en tussen China. Daar hebben we tot dusver niet heel veel van gemerkt. Nee, gelukkig niet natuurlijk voor de gebruikers. De toestellen van het afgelopen jaar, die konden gewoon nog steeds op Google Maps. Die kregen nog steeds beveiligingsupdates. Die werkten nog steeds. Maar nu is wel het eerste toestel op de markt gekomen, de Huawei Mate 30, waar geen Google-diensten meer op zitten. Wat betekent dat? Heel veel mensen denken van, ja, wat is dat dan, Google-dienst? Ja, dat is inderdaad Google Maps. Maar het is natuurlijk ook je Google Play Store. Dat is eigenlijk de plek waar je al je apps vandaan haalt. Ja. En door de handelsoorlog mag Huawei dat niet meer gebruiken, want ja, Huawei is Chinees. Ja, maar waar halen we het wel vandaan dan? Er is een eigen store. Dus Huawei heeft zijn eigen store op zijn telefoon gezet. En vanuit daar kun je bepaalde belangrijke apps wel downloaden. Ja, bepaalde. Precies, maar ja, niet alles natuurlijk. Nee, dus je gaat er toch maar een hoop missen. Je zou bijvoorbeeld op dit nieuwe toestel gewoon WhatsApp kunnen installeren. In principe wel, maar dan via een store of via een omweg. Als je niet in de store staat. Maar geen Gmail bijvoorbeeld dus? Nee, dat staat er geen niet Gmail. Op. Nee, geen Google zoekservice? Klopt. Al die dingen zitten er niet op. Maar bijvoorbeeld ook Netflix gebruikt een bepaald programma om de beeldkwaliteit en hoogkwaliteit te kunnen laten zien in HD-kwaliteit. Dat doet Google. Dus op het moment dat je Netflix op een
op die Mate 30 Pro zou kijken, dan is dat gewoon op lage kwaliteit. Want hij heeft gewoon die codec niet. Hij heeft dat programma niet om dat uit te kunnen lezen. Zo zitten heel veel dingen onder de motorkap waar je niks mee kunt. Is deze telefoon dan wel een lang leven voor? Ik bedoel, er zit wel een hele goede camera in van Leica. Ja, maar... absoluut. Het is echt, en dat is het mooie van Huawei. Ze maken super mooie toestellen. Dit is ook weer een pareltje. Maar ja, 1100 euro voor een toestel waar je niet hetzelfde mee kan als de nieuwste Samsung voor dat bedrag of de nieuwste iPhone, is wel een risico. Ja. Ja, gelukkig is er wel licht aan de horizon. Dat vind ik heel mooi gezegd. Huawei is samen met Oppo en Xiaomi bezig om een eigen winkel te beginnen. Met daarin de apps. Ja. Dat zorgt uiteindelijk voor dat de meeste apps wel weer beschikbaar gaan worden. Maar ja, wanneer dat gaat gebeuren is nog niet helemaal bekend. Nou, tegen de tijd is het telefoontje afgeschreven natuurlijk ook. Ja, dus ja, ook hierbij geldt even wachten. Ja, even rustig aan. Ja, inderdaad. Even wachten. Benny, dankjewel.